Yo mensen van YouTubers en welkom bij een KW 6 World. We zijn hier al even niet meer geweest, maar ondertussen geloof ik wel dat er wat nieuwe attracties zijn. Dus we gaan eens even bekijken welke dat zijn. Er is wel een menu tegenwoordig, want de vorige keer werden we gewoon door het park geleid door de owner, maar die is nu... Ah, wie is dat? Trainee Jamko. Hebben we Music River dan gedaan? De eerste. Mystic Rivers. Ik weet niet. Is even gezien. We hebben wel alles een rapid gedaan, ik weet niet of dat een neus is. Of als dit een boomstamattractie is, dan hebben we die al gedaan. Ja, wat dan? Hebben we deze gedaan? Nee, ik denk het eigenlijk niet, dus we gaan het even doen. Godverdomme. Ah, kun je maar met één persoon in een rij zitten, of wat? Ah, oei. Wat is het voor een attractie? We zitten in een soort speedboat. We gaan door een moeras varen. Ah, dat is een attractie met een verhaal. Zeg eens muziek, man. Ik. Ja. In dit soort dingen wil ik dus bij de kaleus in Golden Century dus ook doen. Hè, dat je een verhaal in de chat kunt lezen. Het zal gewoon weer een rondvaart zijn. Ik denk niet echt dat we iets speciaals moeten verwachten. Sorry voor deze random interacties. Maar we hebben aan het zien dat een stukje van de kruis. Dat kan gebeuren. Ik krijg ook geen muziek meer. Ja, maar dat is al lang gedaan. Zo'n zuiver zoals ons, niet overal muziek. Je kent alleen muziek, werkt nooit overal. Je kent dat spelletje zo. In de attracties is er anders continu muziek. Ik heb gewoon een grot in, precies. Oh, het is een speedboat, dus kan het niet warpen gewoon. En ja, en daar gaan we even erg op. Oké, er zit een afdaling in, zo te zien. Eigenlijk is crazy. Ja, ik lees niet echt het verhaal in de chat. Je moet de geluid allemaal lezen. Ik zit niet in F1, dus je kan het al niet uit kunnen lezen. Oké, we gaan even rond. Wat is dat, ja? Dat is precies Shrek. Hij komt naar ons. Voilà, een gevecht. Wie is dat nou weer? Die komt die kapot drukken. Handen omhoog. Handen omhoog, Slendermans. Handen omhoog, hij is er dan door. Oh! Ja, hij is nou down. Wow, er komt bloed uit. Bloed. Hij is dood. Hij is toch altijd hem dan liggen. Wie is die? Is dat een horrorattractie, mensen? Toen die kop van die gast met zijn zwaard doet me denken aan die gast van Lord of the Rings. Ah, dat is stiekem. Ik wil wel naar beneden, precies. Like, als je een fan bent van Lord of the Rings. Ik ben niet echt een fan van, maar het is wel een van de bekendste films op aarde. Oeh, airtime, alweer. We zijn beneden, mensen. Oh ja. Die straal gezien, kijk achter u. Nee, te laat. Wat is er, Dikkie? Dat was er van die waterstraal achter ons. Oh ja, die heb ik ook op onze zuiver. Ik vind wel de KW6 World zo al veel dezelfde attracties heeft. Er is er ook... Hij begint ook om dat te verkopen, mensen. Er is er ook een boomstamattractie in het park, ook zo mijn afdaling bij airtime. Oké, we gaan naar de... Wacht, is dat gedaan of niet? Ja, het is gedaan. Oké, we gaan naar de volgende. Wacht, zeg het nog eens. Navigator. Klik, dus naar Navigator, rechtsonder staat een blad papier en dat zijn allemaal nieuwe rides. Ja, oké. Cracky Milkers.
Oké. Gaan we? Let's go. Zo zaken, mensen. Wat bent jij, jong? Ah. Waar is die vetpensen nu weer aan? Oh, wat is dit? Dit is een mooie white ride, maar wel een beetje moeilijk. Oh, dat is een Endless Chain System Dark Ride. Alleen, Wat ben je, jong? Alleen zonder Endless karkens. Ik kan weer niet meer mensen. Zat er anders eerder in? Is dit een spookhuis of zo? Ja, ja, een spookhuis. Oh, mijn muziek. Hoor jij muziek? Mm-hmm. Ja. Crazy. Voilà. Mooi. Oh ja, check dat bed. Oh, jij is een model, jongens. Dit is wel een crazy setup. Pianootje. Oh ja, alles vliegt weg, hè. Chic, chic gedaan. Dat is wel een leuke attractie. Oké, als je het woord fast rides ook maar durft te gebruiken. Nee, dat was een betere kwaliteit. Fuck you. Nee. Fast rides is fake. Klaar. Hier hebben we een levende boom of zo. Weet je van welke producent deze attractie is? Het is zo'n Endless Chain System Dark Ride, ze kunnen zien aan het karakje. Dus ja. Nou, dat weet ik ook, maar de producent is te bouwen. Van Mack of zo? Denk je dat? Mack. Ik dacht eerder aan. Ja. Right. Mack Rides, juist. Oh, blauw vuur! Ja, dat is Ghost Fire, hè. Dat is nieuw sinds 1.16, hè. Die gaat gewoon dood. Zet ik haar precies. Oh ja. Zit ik daar precies zo aan? Dat kan ik niet verkraten, precies! Zo erg gewoon, jongen. You're not brave. Ja, dit is een lange ride. Ik denk dat we nog maar eentje na gaan doen, dan hebben we hier gedaan. Tenzij dat ook een dark ride is, dan heb ik er geen goesting in. Hij heeft er geen goesting in. Hij heeft er geen goesting in, hè. De volgende ride. Satisfying Dead Bam.
Oké, we zijn klaar. Oké. Oké, we gaan naar de volgende ride. Dat is Fort Abraham. Ik weet niet wat dat is. Misschien een Mantraan? Is het eigenlijk? Oh nee. Oh, dat is zo'n schietgame. Of wat? De hel? Ah, dat is gewoon een... Dat werkt echt. Het is gewoon zo'n spelletje zo. Als je zo iets tegenkomt in real life, dan is dat meestal zo'n betaalattractie. Oké. Ja, niet speciaal dus. Oké, dat zit, denk ik. Of is er hier... Of is er nog iets? Nog een attractie of zo? Nee, het is geen attractie. Oké, ja. Volgende. Maar als eerste level voor deze video, mensen. Duurt maar 2 minuten, dat is de Mineshaft Blast. Zo wend ook ooit. Het duurt maar 2 minuten. Dat is een papegaai. Je hebt een interactieve wachtrij, jongen. Op die pressure plate en dan gebeurt er van al. Anders geen pressure plate. Jawel. Dat is mijn car een keer. Hier wel. Kijk, er komt er opeens een gast voorbij. Dan hangen er vleermuizen. Het is een beetje gelijk Blitzbaan in Toverland, die heeft ook zo'n interactie. Kijk, kijk hier. Oh, wat is dat dan, jongens? Oeh. Ah, dat is zo'n 3D attractie. Ik weet niet of het interactief is of zo. Het is precies een lift, jongen, gelijk als de Tower of Terror. Die kleuren zijn wel badass. Wat is er in donker? Oké, daar gaan we. Hey Inspector, as you remember from last time, I'm the acting mine manager, Sean. Me and my boys are ready for your inspection. Just head up the shaft like last time and let's hope everything goes smooth. Ah, het is echt een lift, of wat? Hey Jim, the inspectors are here. Oh, already? Alright. Let me finish my list. Oh no! Oh! Yeah. Het is echt de Tower of Terror, of wat? Dat is echt nice. Ah. Yo, ah, hij is echt. Zijn, hij is echt gebaseerd op Tower of Terror. Dat is een western thema. Ja, een mijn thema. Vroeger in de mijnen. Wacht, zoals ze beter zeggen. Well, inspectors, at least it wasn't as bad as last time you were here, right? Next time you come over, we'll be sure to be safer. Vroeger hadden ze echt in de mijnen zo'n lift, hè, dat zo fucking rap was. Ja, dit was wel een aanrader, mensen. Het is ook een goede keuze geweest, zo'n lift in de mijn thema, want dat heeft echt bestaan, hè, mensen. Zo'n lift, vroeger in de mijnen, dat fucking diep de grond in ging en dat echt fucking rap ging. Dat zijn foto's precies. De Mineshaft Blast. Zie achter de foto's. Wat volg jij met het? We kunnen de foto kopen voor 30 euro. Hoeveel dollar, ik weet niet. Kom even, volg hem even, kom. Hij gaat dat gezien aan ons. Oké, hij gaat ons weer leiden door het park. Zeg dat niet, want het is voor vandaag genoeg geweest, maar even volgen nog. Ja, maar er komt weer een nieuwe video aan, want er zijn nog een paar attracties.
waar brengt ons naartoe, jongens? Wat is dit? Mountain Slime. Is dit een glijbaan? Oh ja, een glijbaan. Oh ja, dat is een matte glijbaan. Ja, dat is van zijn eigen, of... Ja. Oké. Daar is hem zin in. Ja, there we go. Zeker geluid wel. Ja. En dan komt hij uit in een ballenbakje. Maar goed mensen, dit was KWS World voor deze keer. Voor de volgende aflevering hebben we nog 1, 2, 3, 4, 5 attracties ofzo. Dus dan zien we jullie dan. Ik zie hier weer zo'n speelkraam met kruisbogen. Nice. Okay. Maar dit was de video. Dus tot de volgende video in KWS World. Ciao. Later.